Bal van de Oosterkleermaker in Amsterdam. Vesten, gilets, waistcoats, die maken we veel. Laten we eens gaan kijken hoe dat ongeveer werkt of wat zo mogelijk is. Dit is een vest gemaakt voor een klant uit Nigeria. Heel eerlijk, maar de vakker heeft zijn rekening betaald, dus daar moet ik achteraan. Oké, dat kan. Dan eindigt de relatie natuurlijk ook, maar het is wel een interessant piece om te maken. Dit is een dikkere wolsoort, dus 340 grams. Daardoor heeft het veel meer body, zo gezegd. Het motief wat je hier ziet, ja, dat is toch ook minder in de winkel, hè. Dat heet een Prince of Wales check, maar eigenlijk met een rode, met een rood kruis. Een Glen Arrokerhart check, dus dat geeft die heritage, ja, dat Engelse gevoel eraan. En dan kan je natuurlijk, als je een beetje preppy bent, dat met rode knopen doen. Kunnen ook hoornenknopen zijn, whatever you want. Wat de liefhebber eigenlijk weet, wat cruciaal is in de productie van kleding. En check maar, dat gebeurt niet bij ja, de pakken van het rek en het zogenaamde maatwerk. Dat afschuwelijke made to measure. Is de connectie van patronen. Prerogative of pattern is een wet. Je ziet hier dat, ondanks de curves, die patronen altijd zoveel mogelijk bij elkaar aansluiten. Dat is heel belangrijk. Met name de grotere lijnen. Die moeten helemaal doorlopen. Anders krijg je disruption voor het oog, zo gezegd. En deze gedeeltes, die matchen dan zoveel mogelijk. Maar die verdwijnen dan hier weer in elkaar. Een pleated suit, een check, een ruit, hoe je het ook wil noemen, is altijd het summen qua kleding. Je bent duurder uit, want er is meer stof nodig. En je moet gewoon een betere kledingmaker zijn, want anders krijg je dat niet matchend. Het is gewoon een grote wiskundesom. Oké, dit eventjes over prerogative of patterns. Nou, wat zien we hier nog meer in dan? Dit is een vrij uniek model. Daar houden we van. Veel klanten komen bij ons met, ja, toch uniekere kledingstukken. Zij het met foto's van grootvader, vroeger weet ik veel, Peaky Blinders. Het kan allemaal. Uiteraard altijd op jouw mate gemaakt. Dus je ziet hier inderdaad een 2x4 knoops double breasted. Dus 2x4 knopen, 2x4. Notch lapel double breasted waistcoat. Oké. Armschat uiteraard, zijpanden, gaan we naar het rugpand toe, de achterzijde. Daar heb je natuurlijk verschillende opties. Deze meneer die heeft ervoor gekozen om de voering die aan de binnenzijde zit ook op de rug door te laten lopen. Ik ben daar persoonlijk minder een fan van of je moet een professioneel snoekerspeler zijn of professioneel kelner zo gezegd. Maar iedereen zijn smaak. Je kan kiezen voor een buckle voor achterop. Kunnen ook andere sluitingen zijn. En bespoke betekent, ja, in principe even kunnen maken wat je wilt vanuit een gesprek. Lever een tekening aan. Wat je dan ook hier ziet is natuurlijk dat zo'n bukkel niet een stukje plastic is, maar gewoon echt staal. Moet kwaliteit zijn. En wat echt gruwelijk is, kijk, daar zie je het. Zelfs aan de binnenkant, wat totaal niet relevant is, match je die patronen. Het is maar een keuze voor kwaliteit die je maakt, of niet. Wat kunnen we hier nog meer over vertellen? Nou ja, model.